Dag beste vriendjes van het eerste leerjaar. Ik hoor dat jullie het daar zo goed doen. Weet je nog, eind vorig schooljaar heb ik van jullie een bon gekregen om boekjes te gaan uitkiezen in de standaard boekhandel. Maar door corona ben ik niet naar de winkel zelf gegaan, maar heb ik online boeken gekocht. Deze zijn aangekomen en ik wil jullie nog graag een verhaaltje voorlezen. En het is ook nog voorleesweek, dus dat komt nog prima uit. Ik ga jullie het verhaal lezen van de Gruffalo. Veel kijk- en luisterplezier. In het donkere bos was een muisje op pad. Vos zag hem en dacht, lekker hapje is dat. Jij hebt zeker wel honger, kleine muis. Wil je soms wat eten bij mij thuis? Beste vos, normaal zou ik zeggen graag, maar ik eet bij de Gruffalo vandaag. De Gruffalo? Die ken ik niet. Oh nee? Nou, wacht dan maar tot je hem ziet. Slagtanden heeft hij en vlijmscherpe klauwen en knarsende kaken die alles kauwen. We hebben een afspraak hier in het bos. O ja, hij houdt erg van geroosterde vos. Geroosterde vos? Ik moet er vandoor. Tot ziens, kleine muis. Het beste hoor. Lachte de muis. Hij geloofde het zo. Natuurlijk bestaat er geen Gruffalo. De muis liep verder over het pad. Uil zag hem en dacht, lekker hapje is dat. Jij hebt zeker wel honger, kleine muis. Waarom kom je niet op de thee bij mij thuis? Beste uil, normaal zou ik zeggen, graag, maar ik eet bij de Gruffalo vandaag. De Gruffalo? Die ken ik niet. Oh nee? Nou, wacht dan maar, tot je hem ziet. Hij heeft eeltige knieën, zijn voeten zijn plat. Op de punt van zijn neus zit een gifgroene vrat. We hebben een afspraak, hier bij de beek. O ja, hij houdt heel erg van uilencake. Van uilencake, zeg je? Oehoe, oehoe. Ik moest maar eens naar mijn uilenboom toe. Lachte de muis. Hij geloofde het zo. Natuurlijk bestaat er geen Gruffalo. De muis liep verder over het pad. Slang zag hem en dacht, lekker hapje is dat. Ha, kleine muis, je bent een leuk beestje. Kom mee naar mijn huis, ik geef juist een feestje. Beste slang, normaal zou ik zeggen graag, maar ik eet bij de Gruffalo vandaag. De Gruffalo? Die ken ik niet. Oh nee? Nou, wacht dan maar, tot je hem ziet. Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels, van zijn staart tot zijn kop. We hebben een afspraak, hier vlakbij. O ja, hij houdt erg van slangenpastei. Van slangenpastei? Oh, ik moet nodig naar huis. Ik zie je nog wel eens. Dag, kleine muis. Lachte de muis. Hij geloofde het zo. Natuurlijk bestaat er geen Gruffalo.
Dit beest met die vlijmscherpe klauwen, die knarsende kaken die alles kauwen. Hij heeft eeltige knieën, zijn voeten zijn plat, op de punt van zijn neus zit een gifgroene vrat. Oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn staart tot zijn kop. Moedertje, oh, het is een Gruffalo. Muis, zei de Gruffalo, dat is nog eens fijn. Jij smaakt vast erg lekker, al ben je wat klein. Ho, ho, riep de muis, nu maak je een fout. Ik ben het gevaarlijkste dier van dit woud. En als je soms denkt dat ik dat sta te liegen, loop dan maar eens mee en je zult ze zien vliegen. Oké, zei de Gruffalo, lopen dan maar. Mij lijkt het sterk, maar misschien is het waar. Ze liepen en liepen tot de Gruffalo zei, ik hoor gesis in de bosjes vlakbij. Dat is Slang, zei de muis. Hé, hey, Slang, hallo? Slang wierp een blik op de Gruffalo. Salamanders, zei hij. Tot ziens, beste muis. En haastig glipte hij weg naar zijn huis. Gezien, zei de muis. Hij gaat er vandoor. De Gruffalo zei. Merkwaardig, hoor. Ze liepen weer door tot de Gruffalo zei. Ik hoor oehoe in die bomen vlakbij. Dat is Uil, zei de muis. Hé, Uil, hallo. Uil wierp een blik op de Gruffalo. O hemel, zei hij, tot ziens, beste muis. En snel als de wind vloog hij naar zijn huis. Gezien, zei de muis, hij gaat er vandoor. De Gruffalo zei, merkwaardig hoor. Ze liepen weer door tot de Gruffalo zei, ik hoor voetstappen op het pad, vlakbij. Dat is Vos, zei de muis. Hé hey, Vos, hallo. Vos wierp een blik op de Gruffalo. Oh nee, riep hij. Tot ziens, beste muis. En razendsnel schoot hij weg in zijn huis. Nou, Gruffalo, heb ik soms overdreven? Elk dier dat mij ziet, rent meteen voor zijn leven. En nu heb ik honger. Ik denk dat ik maar begin met wat... een Gruffalo-tartaar. Dat wachtte de Gruffalo liever niet af. Hij draaide zich om en verdween op een draf. In het donkere bos zit een muis naast het pad. Hij eet een nootje. Lekker is dat. Zo, ik hoop dat jullie genoten hebben van dit prachtige verhaal. En dan tot ziens op school allemaal. Dag!